Ik heb voor mij en in mijn bezit sinds vandaag de iPhone 12 Pro Max. Het is een groot toestel. Heel erg groot. Ik vind dat persoonlijk heel lekker. Uh, zeker voor het kijken van media en af en toe om wat analyses voor mijn werk te doen. Ik moet wel zeggen dat ik me ook voor kan stellen dat heel veel mensen het juist niet prettig vinden, zo'n grote telefoon. Ik kan even een vergelijking maken. Dit is mijn duim. En dat geeft wel aan hoe groot dat toestel is. Als je ongeveer weet hoe groot mijn uh, duim is. Uh, verder, wat kan ik zeggen over het toestel? Uh, het scherm is lekker helder. Uh, ik kan verder zeggen dat je er schitterende foto's mee kan maken. Ik heb nu een enkele foto gemaakt, maar dat zal later nog uh, uitgebreid worden. Uh, ik ben er wel blij mee. Ik moet wel zeggen, als je naar de prijs-kwaliteitverhouding kijkt. Dan, als je dat heel belangrijk vindt, dan zou ik wel voor een ander toestel kiezen. Dan is het waarschijnlijk handiger om de iPhone 12 te kopen. Of misschien wel de Samsung S20, die tegenwoordig vrij voordelig is. Hou je echt van een klein compact toestel, dan zou ik willen adviseren: kies voor de iPhone 12 mini. Louis scherp toestel, juist doordat het scherm zo klein is. En hij heeft verder dezelfde specs eigenlijk als de normale iPhone 12. Alleen de batterij gaat iets minder lang mee doordat hij wat kleiner is. Ja, verder valt er over het toestel niet zoveel te zeggen over de iPhone 12. Hij doet wat hij moet doen. Doet dat goed. Ik denk dat je hem vooral zou moeten kopen op het moment dat je van fotografie houdt of een heel groot scherm. En anders kan je zeker uit de voeten met de andere iPhones die nu op de markt zijn.